Goedemiddag allemaal. Welkom bij de Transo Zorgsalon Maatwerk voor een inclusieve arbeidsmarkt. Ik zal eerst mezelf even voorstellen. Ik ben Dieke van der Meen, voorzitter van Transo. En ik ga vanmiddag ook deze zorgsalon voorzitten. Waar gaan we het vandaag over hebben? Over het vertrouwensexperiment. Het vertrouwensexperiment werd van 2017 tot 2019 uitgevoerd door de gemeente Tilburg. En het onderzoek werd begeleid door Transo, Tilburg University. De gemeente Tilburg heeft dit gedaan samen met 10 andere gemeenten in Nederland. Een landelijk experiment in het kader van de participatiewet. En waar gaat het in dat vertrouwensexperiment om? De vraag is of een bijstand met minder regels, maar meer vertrouwen in mensen, meer eigen regie bij de mensen, meer maatwerk, leidt tot een beter effect, tot meer welzijn en betere gezondheid van de mensen die daaraan deelnemen. Nou, wat doen we bij een zorgsalon? Een zorgsalon is een discussiebijeenkomst vooral. En daarin proberen we altijd 3 perspectieven toe te lichten. Het perspectief van het onderzoek, van de wetenschap. Het perspectief van de professionals, dus de mensen die werken in dit geval bij het vertrouwensexperiment. En het perspectief van de ervaringsdeskundigen, dus de cliënten of de burgers die in dit geval aan het vertrouwensexperiment hebben deelgenomen. Nou, daar hebben we een aantal sprekers voor vanmiddag. We beginnen met het perspectief van het onderzoek. We hebben 2 hoogleraren. Ruud Muffels aan mijn linkerhand, Roland Blonk helemaal aan mijn rechterhand. Allebei hoogleraar bij ons aan de Universiteit van Tilburg. En die gaan eerst in ongeveer een kwartier het experiment toelichten. Dan hebben we naast mij het perspectief van de professional, Wannes van de Grinten, senior, medewerker en coach in het vertrouwensexperiment. En dan als derde hebben we Jolan Lambrechts, die zit daar in het midden. En die zal in gesprek met Roland Blonk het perspectief van de deelnemer toelichten, want zij is deelnemer geweest aan het vertrouwensexperiment. Dus welkom allemaal. De opzet is alle 3 zo'n beetje een kwartiertje. Dan hebben we het eerste uur vol, is het ongeveer 3 uur. En dan hebben we daarna een heel uur voor discussie. En dan even praktisch, hoe gaan we dat doen, een discussie? Jammer dat u niet hier voor ons in de zaal zit. U ziet ons wel, wij zien u niet. Maar de discussie gaan we voeren met de chat. Dus we vragen aan u, als u opmerkingen, vragen, discussiepunten, whatever, zet het in de chat. En dan komt het bij ons binnen en gaan wij daar proberen antwoord op te geven. Nou doe ik dat niet alleen. Ik word daarin bijgestaan door Marielle Kloin. Die zit helemaal daar rechts. Als het goed is, ook nu even in beeld. Verder misschien niet of heel af en toe. Zij ziet de chats binnenkomen, helpt mij in de discussie. En dan hopen we dat we op al uw vragen en discussiepunten, dat we daar aandacht aan kunnen besteden. Even de spelregels. Het is fijn als u ook in de chat uw naam vermeldt en de organisatie waar u van komt. Dat maakt het voor ons allemaal wat leuker om de discussie te voeren. En u kunt in de chat ook chatberichten liken. Dan weten wij ook wat nou echt een heel belangrijke vraag is. Als we keuzes moeten maken, want het kan zijn dat we niet alles kunnen behandelen. Mochten er we bewaren in principe alle vragen voor de discussie, tenzij er na een presentatie echt een vraag om een verheldering is, dan kunnen we daar ook nog tussendoor kort antwoord op geven. Mocht het nou technisch fout gaan, zet dat dan niet in de app, maar er is een helpdesk, dus als u eruit wordt gegooid of de verbinding, er gaat iets mis mee. Onderaan uw pagina ziet u een 06-nummer en een app. Als u gebruik maakt van die WhatsApp, dan neemt de helpdesk contact met u op. En nog even als laatste, en dan gaan we beginnen. De presentaties van de sprekers komen volgende week op de website van Transo te staan. En daar komt ook de beeldregistratie van deze zorgsalon te staan. Dus u kunt hem dan nog nakijken en de mensen die er vanmiddag niet bij konden zijn, die kunnen dat later ook nog nakijken. Volgens mij was dat waar ik mee wilde beginnen. Dan ga ik nog eventjes kort ook Transo toelichten. Dan weet u in wat voor context wij deze zorgsalons organiseren. En dan gaat straks het woord naar Ruud. In het kort,
Transo is het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg University. En wij hebben een missie en een doel. En onze missie is die wetenschap en praktijk te verbinden op het gebied van zorg en welzijn. En dat doen we door co-creatie. Co-creatie is het sleutelwoord. Dus altijd samenwerken met de praktijk en samen met die praktijk werken aan kennisontwikkeling en kennisverspreiding. En op die manier willen we evidence-based werken in de zorg en welzijn bevorderen. Nou, wat ik al heb gezegd, onze visie is dat daarin drie kennisbronnen essentieel zijn. De kennis van de professional, de kennis van de zorgvrager, dus de patiënten, cliënten, burger, en de wetenschappelijke kennis. En wij denken dat we door het combineren van die drie kennisbronnen uiteindelijk de wereld mooier maken. Laten we het maar even zo kort samenvatten. Hoe doen wij dat? Nou, wij werken altijd in academische werkplaatsen. Dat zijn duurzame samenwerkingsverbanden tussen Transo en praktijkinstellingen. En binnen die academische werkplaatsen werken we aan innovatie in de zorg. De sleutelmensen daarin zijn zogenaamde science practitioners. En dat zijn professionals die in een praktijkinstelling werken en ook 1 of 2 dagen onderzoek doen bij ons. Dus dat zijn echt die levende bruggen tussen de wetenschap en de praktijk. Nou, wat is heel belangrijk in die samenwerking? Het is een langdurige samenwerking, niet korte projectjes, maar we gaan met elkaar altijd een overeenkomst voor 5 jaar aan om 5 jaar te werken aan een gemeenschappelijk doel. Volstrekte gelijkwaardigheid tussen alle partners en alle partners moeten er wat aan hebben, anders doen ze het ook niet. Dus het is altijd een win-win situatie. En verder zijn we ervan overtuigd dat het menselijk contact in alle lagen van de organisaties essentieel is voor een vruchtbare samenwerking. Nou, we hebben nu 11 academische werkplaatsen. Ik ga ze niet allemaal voorlezen. Die academische werkplaatsen zijn georganiseerd rond doelgroepen, bijvoorbeeld jeugd, ouderen, mensen met een verstandelijke beperking, of rond thema's zoals verslaving, publieke gezondheid. Het zijn geen uitsluitende categorieën, maar in ieder geval in deze 11 werkplaatsen vindt al dit mooie werk plaats. En nu gaan we verder. Ik geef het woord aan Ruud. Ik moet dan deze pointer even helemaal goed schoonmaken. Okay. En dan kan jij van start.